Het is een hele bijzondere plek waar ook hele bijzondere dieren... Ja, waar je heel bijzondere diersoorten kunt vinden. Die je eigenlijk in de Limburgse mergelgroeven vindt. En voor de rest komen die in Nederland bijna niet voor. Het zijn vaak planten en dieren, laten we zeggen, die in Nederland de noordgrens van hun bestaan hebben. Die natuurlijk in zo'n badkuip, dan kun je je voorstellen, een soort badkuip toch verzonken in het landschap. Hartstikke goed doen. Dus ik ga nu iets zien wat ik nog nooit gezien heb waarschijnlijk. Dat weet ik natuurlijk niet, maar die kans is behoorlijk groot. Het is eigenlijk een beetje toch hetzelfde idee, hè? Van die hele onbeduidende kleine watertjes. Kun je ook eens even kijken. Het gaat om soms om vierkante decimeters. Dit is een soort karrenspoor. Ja, dit is eigenlijk bijna niks, maar je ziet daar... Oh, daar zie ik. Ja, maar ik zie daar ook. Er is ook een, hè? Je moet er een beetje oog voor krijgen. Zoals kijken of er eentje... Want dit zijn dus duidelijk al oudere dieren. Maar je ziet ook hier, kijk, zitten juvenielen. Dus een jonge beestje van dit jaar. Als ik er zo 3, 4 zitten hier op 5 vierkante decimeter. Kijk, hier zit een wat groter dier. Eens kijken of die te pakken kan krijgen, ja. Oh, ik zag dat geel, ja. Ja, kijk, die zal ik eens laten zien. Die is dus al helemaal uitgekleurd, noemen we dat. Als ik ze voorzichtig even bij de achterpoten pak, dan gaat dat eigenlijk wel heel goed. Dan kan die ook niet beschadigd worden. Kijk, jee, wat je exotisch. Je wel voorstellen dat dit beest heel gemakkelijk terug te herkennen. Als ik hier een mooie buikfoto van maak, dan herken ik dat beest over 10 jaar, als ik hem bij wijze van spreken terugvind, onmiddellijk. Ja. Maar waarom is dat buikje geel? Dat buikje dat is echt een afweermanier. Dus het is hetzelfde als een wesp, zeg maar. Hele felle kleuren opeens. Dan draaien ze hun poten omhoog. En dan doen ze gewoon... En dan zie je opeens een predator die dat beest wil opeten. Ziet opeens die felle kleuren. Dat betekent zoiets van, ja jongen, pak me niet, want ik ben giftig. En dan krijg je spijt van, hè? Waarom is deze pad zo bijzonder? Deze pad die was eigenlijk in het verleden... Ik zal deze netjes terugzetten. In het verleden eigenlijk helemaal niet zo zeldzaam in Zuid-Limburg. We weten in ieder geval dat er zeker 70 tot 80 plekken waren waar die geelbuik vroeger voorkwam. Maar die had dus een bepaalde rommeligheid in het landschap nodig. Dat zie je in feite hier ook. Kijk, als je zoiets recht voor je voordeur zou hebben, zou je denken, ja, dat vind ik niet echt handig. Hè? Elke keer als het regent, dan is het een modderboel. En zo is dat op heel veel plaatsen in het landschap ook opgeruimd. Dus door de netheid van de Nederlanders is de geelbuik vuurpad verdwenen? Ja, dat heeft daar heel sterk aan bijgedragen. Dus wij moeten weer wat rommeliger worden. Die geelbuik is echt een pionier. Die wil alleen maar water hebben die af en toe droog vallen. Dan worden alle potentiële predatoren, die eigenlijk vaak gewoon zeg maar hun hele leven lang in het water zitten, zoals libellenlarven, waterkevers, vissen, noem maar op. Die eten die kleintjes op? Die eten die kleintjes op, die eten die kikkervisjes op, die eten die eitjes op. Dus ja, dat is natuurlijk voor zo'n soort als de geelbuik vuurpad een probleem. Wat heeft hij dan feitelijk op bedacht? Nou, dan ga ik gewoon in wateren zitten die af en toe droog vallen. En dan ga ik er naartoe op het moment dat er weer een keer water in staat. Ze kunnen overleven zonder water? Ja, ze kunnen maandenlang, ze kunnen zelfs jaren overleven zonder dat er gewoon water staat. Dat is ongelooflijk. Dus het is echt een wild dier, vergis je niet. Een geelbuik, dat lijkt niet op een tijger of zo, dat maakt niet zoveel indruk. Hij wil een beetje die print. Ja, maar bij -20 graden zit hij hier wel onder een steen. En dan zitten wij lekker achter de kachel. Als wij houden het nog in 2 dagen uit hier. Maar dat beest zit er maanden, bij wijze van spreken, bij gruwelijke droogte en enorme vochtigheid. Hij overleeft het allemaal. Respect. Precies. En wat is nou het leuke van die varkens? Op het moment dat zo'n plekje, en hier is dat weer een tijdje geleden, dus je ziet, dit is behoorlijk volgegroeid alweer, ook met waterplanten. Op het moment dat het nou echt droog dreigt te vallen en je dus echt nog vooral een modderlaag hebt, ja, dan vinden die varkens dat heerlijk om daarin te vroeten. Om daarin lekker op zoek te gaan naar wat insecten en insectenlarven die in die bodem zitten. Dat het is een beetje zoals hier, hè? Juist. Dus deze modder? Zo'n beetje als hier, ja. Dit vinden de varkens heerlijk. Ja. En een varken, nou, misschien zien we straks nog een plek, dat hou je niet voor mogelijk hoe die dat op zijn kop zet. Maar die gaat dan met zijn snuit en die is heel stevig en keihard, gaat hij daar gewoon doorheen. En dan doet hij gewoon als het ware dit. Dus het is een levende graafmachine natuurlijk. Ja, het is inderdaad een levende graafmachine. Dan ploegt hij het helemaal om. Dan verdwijnen die waterplanten weer. Daarna droogt zo'n poel vaak helemaal uit. Want dat doen ze vooral als je nog alleen nog een beetje modderige laag hebt. Dat vinden ze het lekkerste natuurlijk. En dan regent het bij wijze van spreken 3, 4 weken later, of 2 maanden later, regent het weer een keer helemaal vol. En dan is het ook echt weer in een pionierstadium. Daar hebben we madame. Ik had brood bij me. Ja. Maar... Dus dit doet ze? Dit doet ze. Kijk, de varken. Kijk, door het water lopen vinden ze helemaal geen enkel probleem. Een beetje woelen, dat vinden ze natuurlijk prachtig. En je ziet, de varken is altijd hongerig. Dus dat is geen enkel probleem. Maar een geelbuik vuurpadje
Eten ze niet? Nou, die hebben vuurpotjes zullen ze niet zo snel eten. Nou moet ik zeggen, dit varken is al voor een heel groot deel vegetarisch ingesteld. Dus leeft echt van grassen, kruiden. En dat verschilt ook wel per varken. Daarom hebben we ook speciaal natuurlijk voor dit ras gekozen. Omdat we weten dat het heel hard is. Het kan heel goed alleen overleven zonder al te veel aandacht van de mens. En het eet vooral kruiden en niet zoveel, zozeer dierlijk materiaal. En tot nu toe merken wij in ieder geval ook niet... Ja. Ze vindt het heerlijk, ja, hè? Ja, ze vindt het heerlijk in dat water. Tot nu toe merken wij in ieder geval ook niet dat ze echt achter die geelbuik vuurpadden aanzitten. Dus ik denk dat reuze meevalt. Er zitten hier heel wat geelbuiken. Dus als ze er al een keer één opeten, ja, dan is het ook nog niet eens zo erg, zeg maar. Maar dit is wel een soort paradijs hier, hè? Het varken wat heel in harmonie met de geelbuikvuurpad leeft en een mooie mergelgroeven. Ja, ik denk dat deze varkens dat in ieder geval zullen vinden. Die hebben natuurlijk een fantastisch gebied. Het is geen saai weilandje. En laten we eerlijk zijn, het gemiddelde varken in Nederland, dat ziet eigenlijk nooit daglicht. Nee, dat is verschrikkelijk. En deze die hobbelen hier lekker rond. Die gaan af en toe eens lekker in de struiken liggen als ze geen zin hebben. En die scharrelen echt overal en nergens. En ja, dat gaat natuurlijk fantastisch zo. En de padjes die varen er ook wel bij? Die padjes die hoop ik varen er uiteindelijk wel bij. En, maar goed, het experiment moet dat natuurlijk nog leren. Maar de eerste resultaten, ja, daar zijn wij toch wel heel content over. Dus die varkens, die kunnen varkens, die graven die poeltjes waar die padden dan weer in gaan liggen. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat vind ik wel mooi.